Trekken. Pressen, pressen. Het is zo dat het damesrolstoelbasketbal in Europa redelijk klein is aan een aantal landen. En Israël is bezig om damesrolstoelbasketbal te ontwikkelen. Dus hoort zo'n proces daar ook bij. Voor een team als Nederland, wat zoveel sterker is dan Israël op dit moment, is het een moeilijke wedstrijd om te spelen. Omdat je gefocust moet blijven. De kans is dat je een beetje laat meetrekken naar beneden in een wat langzamer tempo. En je moet toch respectvol blijven tegenover die tegenstander. Dus je kunt ze niet de hele wedstrijd voelkort pressen. Je moet ze ook over de middenlijn laten komen en ook ballen kunnen laten maken. En ik denk dat wij daar redelijk in geslaagd zijn vandaag. De uitslag is zeker frustrerend voor zo'n team. Wij hebben geprobeerd ze toch tot spelen te laten komen. En dan nog zijn we veel te sterk. En dit hoort wel bij het proces van Israël om een beter land te worden. En dat zullen die dames ook moeten begrijpen. Sommige dames van Israël worden er helemaal niet gelukkig van. Want vier wilden er gisteren stoppen na een andere wedstrijd. Maar daar werden ze de hele wedstrijd geprest. We hebben ze speelruimte gegeven. En natuurlijk moeten wij, ik kan mijn spelers niet zeggen dat ze geen ballen mogen onderscheppen. En dat ze geen fast break mogen rijden, want het blijft natuurlijk wel basketbal. Dus de opdracht was wel om dat deel van ons spel wel goed uit te voeren en dan wat minder druk in de verdediging te leggen.